De verkeerspolitie rijdt op de A2 van Everdingen richting Utrecht. Je mag hier 130. Dan worden ze met een flinke vaart ingehaald door een Mercedes A-klasse. Die daarna meteen op de rem moet, duidelijk met tegenzin. Knippen liggen aan. Fransen hebben de gewoonte om hun knipperlicht aan te laten als het andere verkeer voorbij gaat. Dat was vroeger verplicht in Frankrijk. Nu niet meer, maar velen doen het nog wel. Na een kentekencheck blijkt het om een huurauto te gaan. Verderop kleeft hij nog even lekker aan de bumper van zijn voorganger. Inmiddels rijden we in 100 gebied, maar de bestuurder heeft geen gas teruggenomen. De snelheidsmeting komt uit op een gemiddelde van 175 en dat betekent einde rijbewijs. Terwijl de Mercedes af wil slaan, komt er ineens een Volvo langs zij, die zich ook niet echt aan de regels houdt. Samen gaan ze rechts langs het andere verkeer. Rechts inhalen. Twee keer. Volvo. Tweede ook. De Volvo blijkt geen geldige APK te hebben. Hij pakt de A12. Dat is jammer. Die gaat de A12 op richting Den Haag. We blijven even op die A-klasse, want daar hebben we al de invorderingsmeting op. Die gaat de A12... Oh, die gaat nu een puntstukje pakken. Oh, die gaat bijna stilstaan op de snelweg. Die pakt hem ook alsnog naar Den Haag. Op de A12 gaat de Volvo er met hoge snelheid vandoor. Ook zijn gemiddelde snelheid wordt gemeten en komt uit op 145. 145? Krijgt hij gewoon. Dat wordt een flinke boete. Die krijgt hij op kenteken. De verkeerspolitie richt zich nu op de Mercedes, die hier weer flink aan het kleven is. Nou, ze blijven alle twee wel redelijk doorgassen. We hebben 145 in de 100 voor die Volvo. Dat wordt eventueel op kenteken. Zo. Nou, die A-klasse die klapt net bijna op een busje, omdat er niet op zit te letten. Die gaan we zo in ieder geval invorderen. De politie heeft genoeg gezien en geeft de bestuurder een stopteken. Maar de bestuurder gaat meteen richting de vluchtstrook, wat niet zonder gevaar is. Daar stilstaan doe je alleen als het echt niet anders kan, bij pech bijvoorbeeld. Volgteken achtergegeven. Komt hij mee of stappen ze uit? Ja, rijdt mee. Ja, dat is het nadeel van een stopteken op de snelweg. Ja, je weet nooit wat ze doen. Nee. Gezien zijn stoppenmanier denk ik dat wel een buitenlandse manier is. Ja. Dat je stoppen gelijk rustig komt, hè? Maar dan nog, denk ik, in welke wereld wil je dat doen? Je zit vlak voor een afrit van een snelweg. Bij Nieuwebrug wordt de huurauto aan de kant gezet. Achter het stuur een Albanese man die onder invloed lijkt van alcohol. Hij is 2 uur geleden geland op Eindhoven Airport. Op het bureau blaast hij 325 UGL, waar 220 is toegestaan. Zijn rijbewijs mag hij inleveren en voor de overtredingen krijgt hij een rijtje boetes.